Over een kleine maand dan is het Veteranendag. Ja, en als u de komende tijd witte anjers ziet bloeien, denk dan eventjes aan de veteranen. Verschillende gemeenten die doen namelijk mee met speciale witte anjerperkjes. Nou ja, u ziet het hier. Die worden geplaatst ook om dus veteranen te eren en te waarderen. Ze bloeien de komende maand voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag op 29 juni. En ook Rotterdam doet mee aan deze manier van waardering van onze veteranen. De symboliek van zo'n perkje, daar gaat het eigenlijk om. Ja, de grote dankbaarheid die willen we uitspreken richting mannen en vrouwen die zich hebben opgeworpen om onder moeilijke omstandigheden de vrede in de wereld te dienen. Wat ik hoop is dat ze erin bij stilstaan. En dat hoeft geen herdenking te worden, maar gewoon dat ze erin bij stilstaan van hey, daar ligt een veteranenperkje ter nagedachtenis aan al onze nog levende en overleden veteranen in Nederland. En ik denk dat het heel goed is om regelmatig stil te staan bij het werk van de veteranen en de dankbaarheid ervoor uit te spreken. Het is nogal wat om je leven op die manier in de waagschaal te zetten.